Opgebaarde Kim Jong-il. Kenners van Noord-Korea in verschillende delen van de wereld wijzen met de beschuldigende vinger naar het Noord-Koreaanse Comité voor Grotere Vruchtbaarheid van het Vaderland als de verantwoordelijke voor de eigenaardige vervorming van het doodskleed van de zaterdag 17 december jongsleden overleden Kim Jong-il. In het rode laken dat over het lichaam van de in het Kumsusan mausoleum te Pyongyang opgebaarde dictator is gedrapeerd, is een verheffing te zien die in kranten en andere media wereldwijd miljoenen verbaasde reacties heeft opgeleverd. In Noord-Korea ingewijden zijn vrijwel unaniem van mening dat genoemd comité het middels de bijvoorbeeld via een houten steun gecreëerde verheffing wil doen voorkomen of Kim Jong-il, die 69 jaar werd en verscheidene maîtresses had, als viriele leider tijdens het verrichten van de geslachtsdaad is overleden.